Harm Frodo Redemption bij The Alchemist. Nu, maar dit ziet er nog erger uit in de volgende keer. Nee, het is gewoon het tweede huis vanaf hier. Dat boeit mij niet. Ik durf er de volgende keer. Nee, go. Kijk, iedere missie die je doet, of het nou een missie is in het verlaten gebouw zoals de vorige aflevering. Oh, niet vallen nu. Of een random bompakket droppen bij iemand. Ha, zijn er iemand bompakket bij? Oh. Waarom wist ik dit ook eigenlijk al? Je hebt er de juiste personen voor nodig. En mensen denken vaak niet verder dan hun eigen inner circle. Maar Guido is iemand die heel goed in dit patroon paste. En daarom hoorde hij heel erg thuis in de tweede aflevering. En dat zie je heel duidelijk meteen in de aflevering. Kijk, iedereen die ons al langer volgt weet dat we een verleden hebben met onaangekondigd voor het huis van mensen staan. Ja. Stond niks op, wat moest hij doen? En nu is het klaar. Waarom wist ik dit ook eigenlijk al? Toch blijft het elke keer weer even spannend. Elke keer weet je niet hoe diegene gaat reageren. Weet je niet of het goed komt of diegene er is. En daarom is het altijd handig om dit niet alleen te doen, maar samen met iemand. En dan kan je meestal kiezen tussen of Lucas of Leon. En aangezien we Leon in de vorige aflevering nog niet hadden, hebben we hem meteen in deze aflevering betrokken. Harm Frodo Redemption, aflevering 2. Kijk, halverwege 2020 waren we langs geweest bij Guido. En dat ging eigenlijk mis, want hij had ons door. Ik dacht juist, dit wordt echt, dit wordt de beste editie. Oh. En je wil toch, als je enigszins zo'n missie doet, dat mensen je niet doorkrijgen. En daarom hadden we nu een soort kans voor een plan B. Kijk, ieder mens laat in alles wat hij doet patronen achter. Je kan vaak al aan een handschrift zien van wie een brief is. In het echte detectivewerk zien ze aan de manier van een inbraak welke inbreker het zou kunnen zijn. Nou, ik probeer daar dus een beetje mee omheen te komen. De vorige keer hadden we een pakketje gemaakt wat heel erg leek op een bom. Dat vonden we grappig toen. Deze keer hebben we iets gemaakt wat totaal niet leek op een bom, maar er toch wel geheimzinnig achter uitzag. Het lijkt nu oprecht meer alsof je aan het weggooien bent gewoon. Ja, ja, ja. Weg met al deze zoete troep, dames en heren. We wisselen de taken lekker af. De vorige keer had hij het pakket bezorgd. Deze keer doe ik het. Dat boeit mij niet. Ik durf er de volgende keer. Ik kind 10 euro betalen. Nee, go. De spanning zat er toen bij mij wel redelijk in, moet ik zeggen. Ik krijg vaak van mensen met wie ik een missie doe te horen dat ik te perfectionistisch ben in een plan. Ik probeer altijd met alles rekening te houden. Ik probeer er rekening mee te houden dat mensen buiten zitten op het moment dat je naar hun voordeur loopt. Wel, het is minder, jij denkt ze zitten buiten. Ik probeer er rekening mee te houden dat ze niet buiten zitten, maar wel voor het raam staan. Hij herkent mij 100%. Zou jij hem herkennen zo? Ja. Zie je? Beide scenario's zijn niet heel erg logisch op het moment dat je dit opneemt op 26 december. Kijk, het irritante was, het was het tweede huis, maar het was de eerste deur. En ik dacht tweede deur. Nou, omdat we allebei het nummer niet wisten, zat die spanning er toen al aardig in. En dan, terwijl ik alles zo goed probeerde voor te bereiden, gaat het mis. Verkeerde huis. Dat is niet het tweede huis. Ik zei tweede. Dat is niet het tweede huis. Het stomme is ook, Leon had het eerder door dan ik. Maar ik was degene die dat pakketje aan het neerleggen was. En vervolgens mag ik mijn eigen fout weer oplossen door dat pakketje weg te halen bij het derde huis en terug te leggen bij het tweede huis. Dus op dat moment, in eerste instantie zit die spanning erin van wat als het fout gaat. De spanning is nog 3 keer hoger op het moment dat het daadwerkelijk fout gegaan is. Ik ben gezien. Kijk, natuurlijk op het moment dat we anoniem bellen, wordt er weer niet opgenomen. Mensen nemen eigenlijk nooit op het juiste moment. Weer en weer en weer. Wat is een alchemist? Vaak als jij de perfecte inbraak zou willen plegen, zou je denken aan iemand die een deur open krijgt. Misschien 2 mensen met wapens. Iemand die heel stil kan lopen. Iemand die atletisch is. Niemand denkt aan iemand die DNA kan veranderen of dat soort dingen. Dat zijn soms juist de dingen die je het hardst nodig hebt. Een alchemist verandert DNA. Je heet de alchemist. Dus momenteel begrijpt iedereen het idee van de serie al wel. In elke aflevering krijgt er 1 iemand die een deel speelt in het grotere geheel,
redemption, verlossing. Die is nu part of the team. We komen je redemption, verlossing brengen. Oh, oké, okay, dankjewel. Oké, okay, het nummersysteem is ook het laatste nog wat we terugzagen in deze aflevering. Maarten, Mr. Montreal, was nummer 17. Guido, de alchemist, was nummer 27. Dat zijn dus mensen die wat lager staan in de lijst. In de volgende aflevering zien we terug nummer 9. En op dit moment houdt aflevering 2 op. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.